en een gelukkig nieuwjaar. This is one DJ you don't wanna fuck with. Michiel van den Brugge. Flitsende. Radio Stad en Flitsende 50, vandaag van 1983. Met deze Carrie Laporte, zoals ze mogen heten. 50 komt ze daar nieuw binnen met deze Keep On Talking. En we zullen ook door blijven praten, want wij gaan jou weer lekker veraangenamen vandaag. Ook in het jaar 2020, want daar zitten we in. Venti Venti 2020, je kan het allemaal zo noemen. En natuurlijk ook in het buitenland. Keep On Talking, Laporte komt trouwens al uit in 1980. En in 1983 komen ze eigenlijk dan hier binnen op nummer 50 in deze Flitsende 50 voor vandaag. Door met nummer 47, Mike Budweck, die voegt deze plaat aan. Because love is on your side. Hier zijn de Thompson Twins. I hear you laughing in some other room. And it makes me feel locked out. They say my passion often stifles you. And you need to move about. Well, I was told the boys and girls and girls and boys. You say that's not true. You would rather fool around than be alone with me. Well, that's alright for you. 'Cause you got love, love, love on your side. 'Cause you got love, love, love on your side. 'Cause you got love, love, love on your side. 'Cause you got love, love, love on your side. I bought you sentimental roses, but you gave them all away. I played you all my favorite records. Then we spent the night in talking, talking all the time. You sent me home. I was so surprised to find that after all, it doesn't hurt. Love, love.
de bruggen. Elk mens maakt fouten. Samen en dat heette The Harder They Come, The Harder They Try. Je luistert hier op je radio Stad Haag naar Doucheco. Je doucheco met disco. Dit is natuurlijk weer live at 5. The Harder They Come, The Harder They Try. Ik kwam binnen al nieuw op nummer 46 en de voordraad door de Thompson Twins op nummer 47 nieuw. En 46 nieuw wordt aangevraagd door Mark Bongers. Mark, bedankt daarvoor, jongen. En nummer 45, dat is een plaat die we gaan draaien voor een Harry Den Dulk. Ja, Harry is ook een goede stemmert. Die doet het ook iedere week. En dat zou je ook eens kunnen doen. Je zou eens ook kunnen zeggen, iedere week pak ik het even weer eens even lekker beet. Weet je wel? Maar deze is dan voor Harry Den Dulk. Angela Beaufil. And it's too tough.
Angela Tomasa Bovil. Ja, zo heet deze vrouw. Komt uit 1954, deze Amerikaanse jazzzangeres, singer-songwriter. Er is geboren in de West Bronx in New York City. En ze heeft onder andere ook samengewerkt met deze plaat, althans met Narada Michael Walden. Dus niet alleen Angela Bofill is door Narada Michael Walden gearrangeerd en geproduceerd. Maar ook natuurlijk Stacey Lennigshaw, die kennen we vast ook nog wel. Die komt ook regelmatig langs in jouw Haagse Flitsende 50. Vandaag 1983. Harry den Dulk heeft op deze plaat gestemd en dat heeft hij goed gedaan. Ze heeft ook nog een duet gezongen met Johnny Matthews. Die kennen we van Too Much, Too Little, Too Late. Maar dat plaatje dat heette You're a Special Part of Me. Dat was trouwens in 1984. Vandaag in 83. Voor deze plaat. Voor nummer 42. Voor deze hele geile dames en heren. Oh. Dat is een rode hoes. Met rode dames. Met rode fluisterbroeken aan. En toen heette ze Sunla San. Sunla San, zoals je het eigenlijk mogen noemen. En stonden dus nieuw genoteerd in deze Flitsende 50 op nummer 42. En dan stond ze dan met deze catch. Niels Bom en Rick uit Rotterdam, die wouden deze plaat graag horen. En dat hebben we met veel plezier gedaan. Ik wou trouwens nog wel even zeggen aan de andere kant van de radio. Dames en heren, een hele... Goedemiddag! Ja, hele goeiemiddag. Goeiemiddag. Jawel, ze zitten er allemaal weer bij in de chat ook. Jongens, kom er even in die chat lekker bij, jongen, hè. Even lekker een beetje meekijken, luisteren en doen. Kan nog wat invloeden geven, kan ook nog natuurlijk. Zometeen heb ik je een aantal vragen te stellen, want we gaan wat dingetjes vragen aan jou. Wat zometeen in de lijst verderop voor gaat komen. Of jij dan een keuze kan maken welke van die platen we dan zouden kunnen gaan draaien. Maar daar kom ik zometeen nog even op terug. Eerst even lekker door met een plaat die we weer gaan draaien. Want wat slaan we eigenlijk allemaal weer over, jongens? Q-Feel, Dancing in Heaven, Space Out van Pure Energy en How High van Spencer Jones. Maar deze mag dan wel komen, nummer 38. Door Paul Thomsen Benard, Leo Elsinga, Niels Bom, Pieter van Verbrugge, Martin Rus, Richard van der Hoeven, Wilco de Vriezen, Marcel van Wanrooy, Italo Tom, Karin Karsten, Mike Budwek, Charlie Brusset en niet te vergeten, Victor Raben. Hier is hij dan, voor alle Bobby O fans. She has a way.
beste meneer Bobby Orlando. Plaatje heet de Yes Away. Ging van 39 naar 38. Eén plaatje ging die omhoog in de flitsende 50 van 1983. Derde week stond hij daar genoteerd. Yes Away. Het is trouwens een goede plaat ook, want ja, vergeet het niet. De plaat is natuurlijk ook opgestemd voor de top 100 of all time. Nou, moeten weer een jaartje wachten, dames en heren. He? Een jaar wachten. Dan gaan we in het jaar 2020 weer voor jou een hele mooie top 100 gaan samenstellen natuurlijk. Althans, jij zult hem samen, maar wij gaan hem produceren, laten we het dan zo zeggen. Vandaag is het alweer natuurlijk 5 januari, dames en heren. En op deze 5 januari in 1998 kwam de New Beetle op de markt. Je kent wel die Volkswagen die weer terugkwam, maar dat heette het de New Beetle. Ook in 1996, Dolly, werd er een kloonschaap gemaakt in 1996. Vandaag de dag, 5 januari. In 1981 was het eerste jeugdjournaal er. Dus in 1981 hadden we al het eerste jeugdjournaal. Wat leuk om dat even allemaal te weten. En deze man is niet opgestemd. Vind ik jammer. Vind ik echt heel jammer. Want deze man mag toch, nou, zeker staan voor de muziek die hij ooit gemaakt heeft. Deze Fransman, Zeron, ze mag hij heten. Op 37 nieuw, hier in de flitsende Standing in the Shadow of Love. Standing in the Shadow of Love is dat van deze Zeron. Die kennen natuurlijk ook van The Collector. Ook een hele goede plaat van hem. Maar op 37 kwam hij hier nieuw binnen. In jouw lijst van 1983 met deze Standing in the Shadow of Love. Jij daar aan de andere kant van de radio. Kom in die chat, jongens. Yo, yo, Danny is er ook. En Dennis hebben we hier ook. Dr. Red. Floris is ook weer lekker aanwezig. Hans en José Galantes. Marcel van Wandrooy. Mr. Italo. Matteo Gromberg. Mr. Willem. Philip Young. Piepertje. Ja, verrassing pieper. Zometeen. Ja. Ricardo Bernardo. Vandaag helaas geen twee mixen meer van hem. Hij heeft daar een beslissing in genomen omdat hij daar geen tijd meer voor heeft. Dus. En dat respecteren wij, Ricardo Bernardo. Ook wil je nog bedanken voor de afgelopen jaren dat je toch iedere week weer die twee plaatjes aanleverde. Nou. En ook nog Rick66 vanuit Zoetermeer is hier ook nog aanwezig. Wil je join them? Come into the chat! En als je zometeen nog even de mix wil horen van Hansie H. Die heeft namelijk Motion met Don't Stop. Heeft hij gemixt met een andere plaat. Wil je dan die Motion in de remix horen? Of wil je de originele versie horen? Jij mag nu kiezen! How many times?
Wat een draai zit er in die plaat, jongens. Deze Sharon Red in the name of love. Sharon Red, helaas, is niet meer onder ons. Het was trouwens wel het nichtje van Penny Ford. En was ook in familie van. En ja, het was één grote happening. In ieder geval zei ze niet meer. Ik heb hem toen nog mee mogen maken in een marathondiscotheek. En ik denk dat jij dat ook nog wel meegemaakt hebt. Dat ze daar toen stond op het podium. En ik was er op donderdagavond en genoot van deze Sharon Red. In the name of love, nummer 36, komt ze daar nieuw binnen in jouw lijst voor vandaag. Ga eens naar een Reggie Sims. En deze dame, zie ik, is namelijk geproduceerd en gearrangeerd door een Pierre Perpali. En deze Pierre Perpali, zoals die mogen heten, is de man namelijk van Purple Flesh, die we allemaal nog kennen van We Can Make It Together. Daar was hij heel bekend van. En die heeft dus aan deze plaat meegemerkt van deze Reggie Sims. Waar trouwens ook nog een aantal mensen op gestemd hebben, hoor. Trouwens net voor Sheryl Red, Leo Elsinga, Harry Schmink, Henry Schmink, Frans Geersen, Mark Laheek, Victor Raben en Henk Westhoff en Paul Lichtvoet. En deze is voor René Wigbers en Rick uit Rotterdam. This is a record you're gonna like, ladies and gentlemen. Ik heb er namelijk even gekeken. Afgelopen keer is er ook op Duitsland en ook trouwens in België hebben ze namelijk high energy dance music hebben ze uitgezonden. En daar krijg je hele verhalen met Stock, Aitken en Waterman. En ook Patrick Cowley komt dan inderdaad voorbij met Sylvester. Nou, jongens, en als je dan die verhalen over Patrick Cowley hoort, wat goed die man eigenlijk was. Met ook onder andere de Megatron Man, met ook Do You Wanna Funk. En noem al die plaatjes maar op die deze man toch allemaal heel goed gemaakt heeft. En ook die verhalen over, ja, goh, waar komt het allemaal vandaan, hè? Dat ze ook geleend hebben van Frankie Goes to Hollywood met Relax. Hebben ze ook weer gebruikt in bijvoorbeeld Dead or Alive, You Spin Me Around. En dat hebben ze dat weer gebruikt in Bananarama met Venus. Want ja, moest een beetje dezelfde drive hebben. Ja, en als het verkoopt, daar heeft meneer Waterman helemaal gelijk in gehad. Ja, wat verkoopt, dat moet je neerleggen. Ja, ik ga niet zeggen, ik ga iets maken wat niet verkoopt. Dat is commercieel zijn, hè? Ja. We'll be right back.
imiteert. Nooit te evenaren. Radio Stad Den Haag. Can you feel it? I can. It's good. Yeah. Now move with it. Everybody that's on the dance floor, I want you to put your hands together and just move your hips from side to side. Yeah, that's it. You got it. Now, Mr. DJ, I want you to get on down with it. There's no time to be a star. Burning. Je weet wel, de ex van George McGray zong over Keep the Fire Burning. Platen aangevraagd door Richard Hoeven van der Hoeven. En voor deze nummer 33 die we net draaiden, met Mindwarp van Patrick Audi, was van Paul Thompson Benard, Marcel Carton, Pieter Verbruggen, Miranda Mivino, Marcel van Wandrooy, Jan-Marcel van Wandrooy, en Italo Ton, Mark Leheek en Hansie H. Zo met de nummer 24, en dat is namelijk Motion met Don't Stop. En ik heb aan jou gevraagd, welke van Don't Stop Motion wil je de remix in die twee platen horen, of wil je de niet-remix horen? Laat het me even weten via de chat! Goedemiddag! En wij gaan door in deze lijst. Met nummer 31 nieuw. Hier is Michael McLaren in de Buffalo Call. Radio Stad Den Haag. Thank you.
Twee mensen zijn aangevraagd. We hebben het over Henry Smink en Paul Lichtvoet. Maar toch, bedankt jongens. Ja. Is nog even trouwens weer een plaat die weer anders is dan normaal. Want het is met de scratch versie, want ze hebben daar diverse uitvoeringen van gemaakt. En natuurlijk moet je ook even bedenken dat deze Malcolm McLaren ook de manager was van de Sex Pistols, dames en heren. Dat hoor je er ook helemaal niet in terug. Nee, absoluut niet. Nieuw binnengekomen dus. 1983, deze Malcolm McLaren en de Buffalo Calls op 31. Door met nummer 30. Wie heeft hem niet ontmoet? Gwen de Bats wel. Dan Harrow staat erin met deze plaat in 1983. Hier is To Meet Me, hier op jouw Radio Stad. The girls are dressed up for the coronation. I want to come out of a situation. It's not the cow that makes the monkey say. But if I don't look good, I'm not okay. And anywhere I go, I'm not the one. And anything I do, the pain's not gone. I have a tweedy suit and pointy shoes. My hat is not on straight. Oh, baby, nothing to do. I spread my wings now, and I wanna fly. My jacket clings now. Bye, bye, bye. I'm just becoming what I wanna be. You will be running to me. Hypocrisy, a big contamination. Inside my pants today there beats a heart. But now I never know the way to start. And anywhere I go, I'm not the one. And anything I do, the pain's not gone. I have a tweedy suit and pointy shoes. My hat is not on straight. Oh baby, nothing to do. I spread my wings now, and I want. Meneer Dan Harrow en To Meet Me kwam binnen op nummer 30, nieuw daar zo, 1983. Ook een Enrico Ruggeri heeft er ook al mee gewerkt. Was trouwens een presentator daar in Italië. Maar natuurlijk de grote mensen achter deze To Meet Me zijn natuurlijk Mickey Girigato. En Mickey Girigato is living, of course, in the United States. En Roberto Turati. Yeah, they made that record. All right. To Meet Me, 1983 van deze Dan Harrow. Gezongen door een Chuck Rolando. Chuck Rolando. Je geeft een rolo, of je geeft erin weg. Of je hebt een rolo, of je hebt erin weg. Dan gaan we even naar het mooie Canada, dames en heren. Omdat het allemaal verschrikkelijk is in Australië, is het in Canada nog onwijs mooi. En dan gaan we even naar deze Claudia Berry. 28 stond ze daar genoteerd. Komt toen van nummer 38 af, 10 plaatsen omhoog. En stond 3 weken al in de lijst. En even kijken, 33 is voor Paul Thompson Bernard. Marcel Carton, Pieter Verbrugge, Miranda Mivino, Marcel van Wandrooy, Italo Tom, Mark Leheek en Hansie H. Dat was 33, maar daar zit ik nu toch even niet. Nee.
Jar Berry en Work Me Over. Even op nummer 30 met je doornemen met de net To Meet Me van deze Dan Harrow. Als voor René Wigbers, Karin Karsten, Henk Westhoff en Gerald van der Weijden. Nummer 28, die draaiden we dus eigenlijk daarnet. Ja, toch? Of niet? Nee. Ja, 28. Work Me Over. Draait we eigenlijk net voor Mark Bongers. Die zit namelijk ook in de chat. Martin Rus heeft er ook op gestemd. En Richard Bergeman. En Ricky uit Rotterdam. We hebben allemaal op deze Claudia gestemd. Natuurlijk, Canadese disco was ook niet te versmaden. Dat heb je ook met Lime natuurlijk meegemaakt. Met Dennis en Denise Lapage. Zeg trouwens even, Denise Lapage pas op televisie, zeg je. Maar die is echt oud geworden. Keurleer, nou ja. We worden allemaal oud, jongens. Hè? Maar bij de een gaat dat inderdaad wat sneller dan bij de ander. Dat is wel weer een gegeven. Dat moet je natuurlijk even goed vasthouden. Nou, we gaan eens even naar een soort van boyband. Een soort van boybandje. Gezellig boybandje. Ik heb ooit nog eens een keer aan natural bodybuilding gedaan. In de Zuiderhout. Ja, dat mocht je allemaal geen andere dingetjes gebruiken. Dat was helemaal natural. Maar zij zijn op zoek naar een nature boy, dames en heren. Ja. We hebben die over Central Line. Je kent ze nog van Walking on Sunshine. Hier op nummer 27 toe van 33 en zonder voor de tweede week genoteerd. Wat een leuke plaat is dit. Is ook een leuke plaat. Je kent ze natuurlijk ook van Walking on Sunshine. Maar deze plaat is op Nature Boy. En is het genoteerd op nummer 27. En 27 had natuurlijk opgestemd Leo Elzinga, Henry Smink en Johan Stuut. We gaan naar één plaat. Die staat er trouwens. Ze staan er twee keer in. Onder andere met Young Guns, Go For It. En ze staan er ook in met The Wham Rap. Maar goed, jij hebt gekozen aan de andere kant. Voor één van die twee platen. Martin Kijk, die dacht, nou, ik kijk even. Ik neem die. Nummer 25. Die neem ik. Michiel van de Kruppen. Nou, die moet je niet nemen, echt niet. Nee, dat is gewoon een nature boy. Flitsende 50. Dan is er nu tijd voor dat nummertje 25. Ging van nummer 28 af en stond drie weken genoteerd. Martin Kijk, deze is voor jou. George Michael en Andrew Ridgely hier in Wham. En de Wham Rap. Radio Stad en Haag. Tell me that.
down. I said, get on down. I said, get on down. Hey, everybody, take a look at me. I've got street credibility. I may not have a job, but I have a good time with the boys that I meet down on the line. Said, I don't need you, so you don't approve, but who asked you to? Hey! Hey, jerk, you work. This boy's got better things to do. In the dirt, I choose to cruise. Gonna live my life sharp as a knife. I found my groove and I just can't lose. A1 style from head to toe. Cool cat flash, gonna let you know. I'm a soul boy, I'm a dough boy. Take pleasure in leather, I believe in joy. Bam, bam, I am a man. Job or no job, you can't tell me that I'm not. Do you enjoy what you do? If not, just stop. Don't say that. And leather kiss girls in pearls. Hot damn, everybody, let's play. So they promised you a good job. No way. With a hip high five, a white cool cap with a trilby hat. Make a leather and studs is the way you act. Make the most of every day. Don't let hard times stand in your way. Give a wham, give a bam, but don't give a damn. Cause the benefit gang are gonna pay. Now reach up high and touch your soul. The boys from Wham will help you reach that goal. It's gonna break your mama's heart. It's gonna break your daddy's heart. But you'll throw the dice and take my advice. Cause I know that you're smart. Zeg eens even, Wham! Dat was die, de Wham Rap. Aangevraagd door Martin Kijk. We gaan even twee platen achter elkaar draaien, dames en heren. Hansie H. heeft er weer ook weer twee gemaakt en de eerste komt er dan nu aan. Nummer 24 gaan we draaien voor Miranda Mivino en Victor Raben. Dat is Motion met Don't Stop. We gaan trouwens de remixversie, daar gaan we mee beginnen. En dan nummer 3 is voor René Wigbers, Peter van der Bos, Niels Bom, Italo Ton, Hansie H. en Charlie Brusse. Ik wens jou daar veel plezier mee. Don't stop.
Achter elkaar. En jij genoot ervan, want dat zie ik in de chat ook. Hele goede reacties over deze motion. Don't Stop uit 1989. Dat was dan even een remix daarvan. 24 genoteerd, komt toe van 11. Stond voor 3 weken in de lijst voor vandaag. En natuurlijk deze knaller van Sylvester. Don't Stop op nummer 3 genoteerd. Bleef op 3 staan en stond ook 3 weken in de lijst. De lijst van 1983. Dus hebben we al 4 drietjes achter elkaar gezegd. Hoe leuk is dat, hè? Wat een leuk idee, hè? Jawel. Nou, dankjewel weer, meneer Hansie H. Zometeen komen nummer 4 en 2 nog voorbij. Die heeft hij ook nog even gedaan. Dus nummer 4 en 2, zoek ze alvast op. Die gaan zometeen komen van Hansie H. Hans, applaus voor jezelf. Hartstikke goed gedaan weer. Ik vind het meer dan geweldig, dames en heren. Ja. Trouwens, in de chat gaat het over voorhoofdholteontstekingen, wat je daarvoor moet gebruiken. En de een geeft weer de ander weer een klap. Dus het gaat allemaal heel netjes daar zo. Ja. Het is net SM in de chat. Ja. Nightlife Unlimited hier op je radio.
vanochtend in de chat, dan gaan we allemaal naar de Danger Zone toe, dames en heren. Jawel, dat was die trouwens. Nightlife Unlimited. Plaats door één man aangevraagd, Richard Bergeman. Die zei van, wil je die alsjeblieft een keer draaien, die plaat? En ik vind het ook een hele goede plaat trouwens. Maar ja, weet je wat het is? Soms hoor je een plaat, maar dan weet je toch niet wie het zingt. En dat kan ik levendig begrijpen, want je kan ook niet alles weten. Dat kan ook niet. Nightlife Unlimited dus, Danger Zone hier op nummer 23. Want toen van nummer 28 af en stond 2 weken genoteerd. Verder met nummer 22, ook uit Canada. I like you. En if you can count, you can count on me, boy. Reken maar even lekker op mij. Kan je rekenen? Reken er maar niet op. Ook uit Canada dus, deze. Maar deze vrouw, deze Gwen Jonea, die komt namelijk uit Amerika. En was ook een Amerikaanse import in die tijd. Stond op 21 daar genoteerd. Kwam van nummer 41 af. Dus gingen heel veel plaatsen omhoog. Maar er zijn er toch op nummer 21 nog maar één iemand die op deze plaat gestemd heeft. Johan Stuut. Ik wil je toch hartelijk bedanken dat we deze plaat mogen draaien vandaag. Op jouw zondagmiddag. Natuurlijk, waar jij de Haagse Flitsende Vijfde aanschouwt. Hier in Doucheco, we zijn weer live at 5. Met een Red Light Lover. Die kan ergens in een straatje misschien ergens opgepakt hebben, zo'n Red Light Lover. Ja. Nou, kom maar weer in hoor. Gwen, kom maar Gwen.
was dat van deze Gwen Jones. Zo zat ze er eigenlijk in. Ook Jonea zie je ook wel eens een keer staan van deze Gwen. Maar goed, Gwen was dat in haar Red Light Lover op nummer 21. Stond ze daar genoteerd. En trouwens vandaag, 5 januari 1979. Je kent de film Saturday Night Fever en ook de LP wel. En die LP is toen in die tijd, schrik je niet hè, 25 miljoen keer verkocht. Dat is een hele hoop. I can tell you that love is too deep to be played on. Down the line you find time would reveal who to count on. I'm well inclined to use a light that comes from a learning tree. Yeah, yeah. Let the seed that grows and ages, oh, give us our destiny. De overleden Maurice White en ook Philip Bailey zit er nog steeds in. En die zit nog steeds zoals Philip Bailey. Daar kan je flink op zijn tenen gaan staan. En dan komt er nog aardig goed hoog geluid uit. Want daar staat hij bekend, deze Philip Bailey. Earth, Wind & Fire, Fall In Love Again hoorde je hier in 1983... in deze waanzinnige leuke lijst met heel veel leuke variaties erin. En dat maakt het juist zo leuk. Hè? Goed, nummer 19 hebben we net gedraaid. Nummer 20 hebben we net gedraaid voor Henry Schmink, Martin Kijk en Karin Karsten. Die hebben namelijk op deze plaat gestemd. Op nummer 19 helaas niemand. Maar het is wel namelijk de hoogste nieuwe binnenkomer. En we hebben nog meer nieuwe binnenkomers gedraaid, namelijk Keep On Talking van Kelly Laporte. Kelly Laporte op nummer 50 nieuw, 47 nieuw. Love Is On Your Side van de Thompson Twins. En The Harder They Come, The Harder They Tried, Rocker's Revenge en Donnie Kelvin. Die stonden daar op nummer 46 nieuw. Ook 42 nieuw, Catch van Sun La Sun. We hebben ook nog Standing in the Shadow of Love gedraaid van Sharon op nummer 37 nieuw. En 36 nieuw in The Name of Love in de remix van Sharon Red. Ook Mr. Malcolm McLaren stond erin met de Buffalo Calls, daar op nummer 31. En nummer 30 genoteerd, natuurlijk genoteerd, onze Danny Harrow met To Meet Me. En dit is dan de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 19. Jammer dat er niemand op gestemd heeft, want ik vind het een gave plaat. Hij komt op Moby Dick Records uit, daar ook de Boys Town Gang toen op verschenen. En dat maakt het ook weer met die mooie, ja prachtige violen erin. Disco vanuit de oude tijd, hier op nummer 19. Ga mee naar de Stereo, Funk Incorporated. And got you where I want you, babe. Dit is jouw Radio Stad Den Haag. Dit is Doucheco. Je douche vol met disco. Ooh,
eindelijk waar ik je hebben wil, lieve schat. Ik heb je eindelijk waar ik je hebben wil. Got you where I want you, babe. Dat zit van deze Stereo Funk Incorporated. Het hoogste nieuw binnengekomen is op nummer 19. Even door met een vrouw. Die heeft zelfs gezongen Droomland als backing vocalist bij André Hazes. En deze vrouw heeft zelfs ingezongen Goede Tijden, Slechte Tijden. Want wie kijkt er niet meer naar? Maar in ieder geval, de begintijden, periode van Goede Tijden, Slechte Tijden, was zij namelijk de zangeres, de backing, of de zangeres van het thema van natuurlijk Goede Tijden, Slechte Tijden. Nou, maar ze heeft natuurlijk ook nog een leuke danceplaat gemaakt. En er valt me eigenlijk op dat Paul Thompson Bernard, thank you for voting for this Dutch disco record. Dit is Lisa, Break It Out, hier op nummer 17. Lisa Boray, zo heet ze echt van achternaam. En Break It Out, Break It Up, Break It Out heette die. Nummer 17 genoteerd van nummer 23 en stond 3 weken toen in de lijst, dames en heren. En ja, gestemd door een aantal mensen, maar niet veel, alleen Paul Thompson Bernard. We gaan door naar nummer 16. Die is gestemd door Richard Bergeman en Gerald van der Weijden. En nummer 16, dames en heren, is een plaat die op 16 is blijven staan. Die 3 weken in deze lijst genoteerd staat. En onder het motto is van... Hey! Check out the New Wave Clones at Bear Hollow. It's to die for. It's so
En de Castro Boy. 16 zijn ze blijven staan. Ze stonden 3 weken in de lijst. Van deze 1983 Haagse flitsende 50. Waar je met veel plezier naar het luisteren bent. En dat doe je iedere zondag natuurlijk tussen 5 en 7 uur. Ja, dit is een Valerie Crystal. Ook weer uit dat Canada, uit dat Toyo productielabel. Want Canada nogmaals in 1983 heel goed vertegenwoordigd. Alleen deze dame moet je altijd heel erg... rustig. Beetje rustig moet je die benaderen. Ja. Iemand stemde op deze plaat. Johan Stuut was dat op deze... Valerie Crystal en Hold Back op nummer 15. En Johan Stuut, bedankt voor stemmen, man. Ja, ik ben misschien de enige geweest, maar... Je hebt wel smaak, moet ik eerlijk zeggen. Je hebt een onwijze smaak, echt waar. Onwijze smaak, hoor. Uit Canada dus deze. En er zitten heel wat mensen in de chat, jongens. Ik vind dat onwijs gaaf. 21 stuks op dit moment. We hebben Bart, we hebben Anne, we hebben Mark Bongers, we hebben Daddy Yo, DJ Ahoy, Dr. Red, Hans Jason. We hebben ook nog José Galantes, we hebben Marcel van Wandrooy, we hebben Mark Lobenstein en de Mark uit Rijswijk. En voor de rest Mr. Italo, Mr. Willem, Philip Young, Piepertje, Ricardo Bernardo is er ook gezellig bij, Rick nummer 66. Ja, Rusty is er ook bij, Rusty. Geluk uit New York City, Rusty. Hoe is het daar? Lekker, en Victor Rabert is er natuurlijk. Victor is er ook gezellig bij. Griek, leuk. Ja, deze kennel van Don't Stop the Music. Daar zijn ze heel groot mee geworden. Maar in 1983 hadden ze deze. Dit is Heartbeats. To know when I hear
je wat ouder wordt. Yarbrough Peoples, Don't Stop the Music, zei ik er net al. Heartbeats was dat, hier op nummer 14. Toen van nummer 17 en 3 weken stonden ze daar genoteerd. Nou, we gaan weer naar het Canada. Je hoort ook wel de sound van Canada. Dat hele mooie soundje. Dat hoor je dan ook weer in deze Stephanie Wells terug. Nummer 13 stond ze daar genoteerd. 13 blijven staan en stond ook voor de 3e week erin. Net zoals natuurlijk Yarbrough and Peoples. Nummer 13 is voor Harry Den Dulk en voor Charlie Brusset. En net nummer 14 draaiden wij voor Mark LaHague. Nou, veel plezier met deze prachtige Stephanie. Dit was de planeet van de liefde. Lekker op Mars. 13 blijven staan, zei het er net al, Stephanie Wells. What You Gonna Do is ook een bekend plaatje van deze Stephanie Wells. Nummer 13 net dus net gehad voor Harry de Dulk en Charlie Brusset. Door met nummer 12 voor Marcel Carton. Nou, en dat nummer 12, ja, je weet, iedereen liet een traantje bij die prachtige film die Steven Spielberg toen uitbracht met E.T. Van Ham. Nou, en toen dacht Ago, dat is uit Italië. Die dachten van, nou, laten wij eens een leuke van maken. Laten we er een thema van maken. Nou, dat thema hebben ze dan ook gemaakt. Team from E.T. hier. 12 blijven staan voor de 3e week. We'll be right back.
Carton. Ik hoop dat je ervan genoten hebt van deze prachtige ego, Team from E.T. Ja, ja. Gwenne Bas is ook alweer bezig zo meteen. Hè. Die is ook weer alles aan het opruimen hier. Ja, kan dat niet later. Ga nou een theetje zitten. Lekker meid. Een lekker theetje zitten. Zometeen op nummer 4 en nummer 2. Die gaan we nog even door. Hansi laten mixen, dames en heren. Ja. Nou, dit klinkt ook lekker, jongens. Dit, hè? Ja. Zeker het begin van deze plaat. Dit zijn allemaal, dit is namelijk de LP van de kleine MBO. Je kent het Dirty Talk natuurlijk nog wel. En ik dacht van, joh, laat ik nou eens een keer Dirty Talk een beetje aan de zijkant liggen. Overigens, de LP die zakte van 9 naar 11 en stond 3 weken genoteerd. En ik draai even gewoon de titeltrack van die LP. Die heette Déjà Vu. Alsof je in een, ja, teruggegooid wordt. Bram Hermans stemde ervoor en Miranda Mivino. Je gaat terug in die tijd. Je slurp je hierheen. Oh, heerlijk. Déjà Vu, de LP van Klein en MBO. Toen ook gemaakt door Tony Cresco. Dat was de man die ook samenwerkte met iemand in Amerika natuurlijk. Nou, nummer 10 gaan we naartoe. En ik had gisteren op bezoek Raymond Kersten. En Raymond Kersten is ook creatief. Die denk ik ga eens een jingle voor die man maken. Michiel van der Brugge. Nou, lekker man. Oh,
Maar dit is nog een herkenning dit. Die heb ik al zo vaak gehoord, maar dat blijft de US remix, United States remix, van deze ABC, Martin Fry and the Look of Love. Genoteerd op nummer 10. Kwam het toen van 5 af en stond er 3 weken genoteerd. Nou, nummer 10 is trouwens aangevraagd door, want jij moet er ook weer bij horen. Paul Thompson Benard, Leo Elzinga, Bram Hermans, Victor Raben en Henk Westhoff, die hebben deze plaat aangevraagd. Nummer 9 is van Niels Bom en voor Richard van der Hoeven en Frans Geersen. Ik draai niet de versie van Indie. Dit is namelijk Sweetness met Last Night, The DJ Save My Life. Last night, the DJ saved my life. Last night the DJ saved my life, yeah. 'Cause I was sitting there bored to death, and then just one breath he said, you gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You got me turning to another man. Called you on the phone, no one's home. Save my life. Misschien had hij een tampon in de alcohol gegooid. Ja, de rest is het verhaal, hè. Ja. Dan ben je sneller dronken. Dan kan je zeggen, last night the DJ saved my life. Want ik ben lekker bezopen geworden, jongens. Ik ben lekker bezopen geweest. Van 10 naar 1 ging die. 9, van 10 naar 9 ging die trouwens. Deze last night the DJ saved my life. En stond daar 3 weken genoteerd. Nummer 10 heb ik net al opgenoemd. En nummer 9 is voor Niels Bom, Richard van der Hoeven en Frans Geersen. Die hadden nummer 9 aangevraagd. Die plaat van je net hoorde van Les Nijder, DJ Save My Life. Harry de Dulk, René Wigbers, waar zit je? Leon Bon. En niet te vergeten onze Richard Bergeman. Die hebben voor deze plaat gestemd. Je kent ze natuurlijk van de Miami Heatwave. Maar dat is dan de originele versie. Ik heb een keer een andere versie voor je gepakt. Ben benieuwd wat je ervan vindt. Hier zijn de Love Twins op nummer 8 genoteerd. Love twins.
fire of zoiets. Love. Maar dan gecombineerd met Miami Heatwave. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Het zakte trouwens van 4 naar 8. 4 plaatsen naar beneden. De derde week stond ze genoteerd in jouw lijst van 1983. En René Wichbars is verschenen, dus we kunnen straks even lekker smikkelen en smullen. Of het is, weet ik niet. Maar goed, dat zien we dan. Nou, lekker eens even dit doen. Deze vrouw hebben de Bats en mijzelf en daar toch een keer in Amsterdam mogen ontmoeten toen ze daar ook met de Frederico di Bonaventura aan het optreden was. Maar in 1983 maakte zij al muziek. En ze ging van 9 naar 7 en stond daar 3 weken genoteerd. En 7 is voor Leon Bon, boing, boing, boing. Voor Peter van der Bos, Marcel Carton en Gerald van der Weijden. Jongens, bedankt voor het stemmen op deze prachtige plaat. Een mooie Italo-disco-plaat, zo mag je het noemen dit. Ze heeft ook nog andere gemaakt, maar dit ging over de tenax slip. Nummer 7, Diane Est, hier op je radio. Denken dat het een soort van Tante Sidonia is. Want daar lijkt ze eigenlijk wel een beetje op. Kort haar. En ja, ze zingt af en toe nog wel eens steeds, als ze tenminste geboekt wordt. Diana Est met Tenax. Zeven genoteerd. We gaan eens even naar een stijger, dames en heren. Dat is echt een stijger dit. Die gaat van 25 naar 6. Dat is niet de kleinste. Zeker toen in die tijd ging dat echt van hot naar her. In ieder geval, deze Valerie Ellington is weer eens opnieuw uitgebracht. Kwam toen vanuit Amerika. En onze Jochem Gerritsen, die heeft toen High Fashion Label op de markt gestrooid via Doucheco. Dat kun je vast nog wel een beetje herinneren. En deze man is weer een beetje opnieuw voor de lol begonnen. Want eigenlijk hoeft hij het niet te doen. Maar je weet, muziek is ook een beetje lol. En hij heeft die platen weer opnieuw uitgebracht. Dus je kan deze platen weer opnieuw bekomen als je het nog steeds een hele goede plaat vindt. 6 stond hij daar genoteerd. Leon Brun, ook voor jou. Marcel van Wanrooy, Hansie H. en Johan Stuut. Hier is Valerie Ellington. En luister naar Stad. Yeah.
Jackson in deze remix. Op nummer 6 genoteerd van 25, zei het net al. En door met nummer 5 in de lijst voor vandaag. Zometeen nummer 4 en 2. Die zijn namelijk gemixt door Hansi H, dames en heren. Maar eerst even nummer 5 voor Mark Bongers. Voor Martin Kijk, Mark Laheek en Mike Budweg. En dat Mike Budweg daarop stemt, vind ik er ook wel weer frappant. Want René Wichbers is toevallig hier in de studio aanwezig. Die heeft voor voedsel gezorgd vanavond. En die is hier in de studio aanwezig. En die is altijd een marathonfriek. Altijd een marathonfriek geweest. En ik durf te wedden, René, dat jij op deze plaat ook best gedanst zou kunnen hebben. Want dit is namelijk Forrest. Hij leeft helaas niet meer, deze man. Hij heeft verkering of getrouwd geweest met Manon Thomas. U kent wel die presentatrice van de Avro. Ja, daar was ze presentatrice. Mooie vrouw trouwens. Dit was hij. Met Rock the Boat, nummer 5. Naar 5 ging die en stond daar 3 weken genoteerd. En nummer 7 was, ook ik heb het al genoemd, hè? Ja, nummer 7 heb ik al genoemd. Ja, nee, het is al genoemd. Daar even kijken. Nummer 5. Ja, nee, 5. Is voor Mark Bongers en Martin Kijk, Mark Laheek en Mike Budweg. Dat heb ik al gezegd. We gaan even nummer 4 en nummer 2 achter elkaar draaien. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik toch even. Nou, dat doe ik daarna wel, de mensen die allemaal erop gestemd hebben. Want het is een hele lijst. Want nummer 4 is heel populair, maar nummer 2 is nog veel populairder. Je hoort ze alle twee achter elkaar, gemaakt door onze man. U kent hem wel, onze Hansi H, dames en heren. Michiel van der Kruppen. Hij is er nog tot en met 7 uur hier voor jou. De flitsende 50. Nummer 4 en nummer 2. Je krijgt hip-hop bebop. Ik had eigenlijk voor Heatstroke gekozen, maar hij heeft voor hip-hop bebop gekozen. Van Ben Parrish. En daarna hoor je Kano met Another Life. Achter elkaar door onze Hansi H. Radio Stad en
hier lekker gedaan door deze man. De man die mixen kan, Hansie H. vanuit Utrecht. Ja hoor, Hitchstoke hoorde je niet, maar hip-hop, hip-hop van Man Parrish. Op nummer 4. En op nummer 4 hadden gestemd René Wigbars, Bram Hermans, Peter van der Bos, Pieter Verbrugge, Miranda Mivino, Martin Rus en Paul Lichtvoet. Nummer 2 hadden gestemd Bram Hermans, Peter van der Bos, Marzal Karton, Pieter Verbrugge, Martin Rus, Richard van der Hoeven, Wilco de Vrieze, Marcel van Wanrooy, Italo Tom, Karin Karsten, Charlie Bruce, Henk Westhoff, Gerald van der Weijden en Paul Lichtvoet. Jezus! Dat was een bekende, hè? Deze prachtige plaat van natuurlijk Kano and Another Life. Dames en heren, overzicht en dan nog even de nummer 1 voor vandaag. Maar, je vraagt je natuurlijk wel een beetje af, wat krijgen we daarna? Ja, we krijgen een dame, die heeft een mixje gemaakt en die gaan we zo met je laten horen. De naam noemen we pas als we hem gedraaid hebben. Vind je dat goed? Houden ze bij, de hits op een rij. Op nummer 10, The Look of Love van deze ABC 9. Luister naar de DJ Save My Life van Sweetness and Indie. Love Twins met Remy Heat, Wave 8, 7, Tanax, Dan Aston, Valerie, Ellington, Stop op 6, 5. Rock the Boat Forest, Van Paris, Heatstroke met Hip Hop Bebop. 4, 3, Don't Stop, Be With You van Sylvester. En op nummer 2, Kano and All Alive. En 1, gaan we zo meteen horen Michael Jackson met Thriller. En daar hebben ook een aantal mensen op gestemd, maar die ga ik even nu niet noemen. Maar hier is die dan. Wie hebben erop gestemd op deze nummer 1? Paul Thompson Benard, Neer van Matabadal, Martin Kijk en Mike Butweg. Bedankt je voor het luisteren. Dit was Doucheco. Wat mij betreft, tot straks om 8 uur. De Stad Sunday Night Live Show. Michael Jackson LP Thriller. Die lag er niet voor de deur bij LP te bonden om deze te kunnen bemachtigen. 1 blijven staan. 5 weken stonden de hele LP daar genoteerd. En trouwens nog even een jarige vandaag. Hij is 70 jaar geworden. George Brown. Hij is de zanger namelijk van Cool and the Gang. George, if you're listening, happy birthday. En dan is het nu tijd voor de mix voor vanavond tussen 7 en 8. Iedereen loopt al een beetje te... Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Nou joh, mevrouw Piepertje, hier is die dan. Jij hebt hem zelf gemaakt.